De directie van het Instituut voor de Opleiding van Leraren wil een snelle hervatting van het onderwijsproces. Dit zegt Andy Plak. Hij is onderdirecteur onderwijsaangelegenheden tegenover de nieuwsdienst. Volgens Plak heeft de staking een behoorlijke impact op het onderwijsproces. Nou, het is eigenlijk, het komt neer op een volledige lamlegging waarbij de docenten geen colleges verzorgen momenteel. En men heeft ervoor gekozen om ook de poorten te barricaderen. Dus ook zij die colleges willen of wensen te verzorgen, dat kan absoluut niet. Dat kan niet. Ik merk dat het vrij leeg is. Is het omdat het dit uur is of gewoon omdat dat niet kan? Hoogwaarschijnlijk dit uur, want normaliter zijn de colleges er tot een uur of één. En we leven nu ondertussen iets over of voor 13:30, dus het komt om het tijdstip. Maar als de poorten gebarricadeerd worden, dan kunnen sowieso en docenten en studenten niet naar binnen. Dus we zitten gewoon met lege lokalen en het onderwijsproces is helemaal verstoord momenteel. Goed, verstoord momenteel, dan heeft de bond wat eisen bij die hele overgang. Maar de vraag is, geen nieuwe inschrijvingen, EOL, zijn jullie er klaar voor die overgang? Nou, als ik luister naar de bond en ik luister naar ons docentenkorps, is de eis, naar mijn mening, helder. En de eis is een betere voorbereiding voor die transformatie. Nogmaals, als ik goed geluisterd heb, blijkt het dat de mensen de vernieuwing toejuichen. Dus gaan naar de universiteit, juicht men toe. Het enige dat men eist, is een betere voorbereiding. En denkt u dat die eis wel een reële eis is? Dan vraag je af, waarom willen mensen een betere voorbereiding? En als ik dat zo hoor, dan zou ik zeggen van 1. Men wil dat het succesvol verloopt, die transformatie. 2. Dat men een stukje zekerheid heeft. En 3. Ook duidelijkheid. Duidelijkheid voor het personeel, duidelijkheid voor studenten en duidelijkheid voor aspirantstudenten. Dat is wat men wil. En ik weet niet als ik moet zeggen dat hun eis niet reëel is, maar alles staat en valt met een gedegen voorbereiding. Dus als men vraagt van, bereid het beter voor, licht ons goed in, betrek ons erbij, dan zou ik die eis niet onreëel kunnen bestempelen, als onreëel kunnen bestempelen. Voor het onderwijsproces, hoe lang kan dit nog duren dat de poorten gebarricadeerd zijn en dat alles dicht is om het, zeg maar, het jaar nog te redden voor de studenten? Ik had gehoopt dat de minister de bond gisteren nog had uitgenodigd voor een gesprek. Want staken is 1, maar problemen los je op om aan de tafel te zitten, hè? En zaken te bespreken. Dus men wacht op die uitnodiging. Op het IOL natuurlijk hebben we een modulair systeem. En we hebben een periode van 10 weken, waarbij er 7 collegeweken zijn, een hertentamenweek, een onderwijsvrije week en dan weer een tentamenweek. Dus u begrijpt dat hoe langer de staking duurt, hoe moeilijker het zal worden om de verloren dagen in te lopen. We hopen dat er spoedige oplossing komt in deze, zodat ook het collegejaar nog gered kan worden. Maar vooral dat er rust terugkomt binnen het onderwijsveld, want dat hebben we nodig.